zijn hier ten eerste gewoon persoonlijk, eigenlijk allemaal. In principe niet van Ajax. Ja, hoe hebben we alles meegemaakt? Ja, gewoon fantastisch dat alles goed gegaan is daar en steeds al die behandelingen. Alleen jammer dat hij het steeds zo slecht heeft gehad, dat hij zo ziek werd. Ja, we zijn nou blij dat hij gewoon schoon terugkomt. Daar hebben we het allemaal voor gedaan, toch? Nou, dat is een hele mooie actie, want ik zie jullie altijd aan de lijn en jullie zijn altijd heel fanatiek overal. Dus dat moet goed komen. Ja, tuurlijk zijn we fanatiek. Kijk, en, zo'n jochie ja, die heeft gewoon ons hart gestolen. Alleen nog met het poornpje van hem. Dus ja, hij heeft het zelf verdiend gewoon, dat wij dit allemaal voor hem doen. Gewoon met zijn eigen ogen. Ja, als je je aankijkt, dan ben je eigenlijk verkocht, bedoel je? Ja, ben je helemaal verkocht. Dan ben je helemaal verkocht, ja, inderdaad. Dus het is eigen verdienst, hoor. Dat we allemaal zo fanatiek zijn gewoon. Dus. Goed dat je bent. Klasgenoot begreep je? Of u niet, mijn zoontje is klasgenootje, die is een beetje bang. Ik vind het allemaal een beetje spannend. Dus, Wat is hij? Hier op de grond. Wat is hij? Helemaal schuil, joh. De Fano. Kijk eens even. Hij vindt het allemaal een beetje spannend. Dus, maar die is dikke maatjes met het zusje van Nathaniel, zeg maar. Dus, vandaar dat we hier zijn om zijn vriendinnetje op te wachten. Maar u bent dus klasgenoot? Ja, ook ja. Ja, we hebben en heel veel. Welke school zit daar? Zit hij? Op het Kochenschip. Dat is in de Nieuwbouw. Bij de Kochelaan daar al, zeg maar. Dus ja, daar zitten hun op school. En, hij mist zijn vriendinnetje ontzettend, dus vandaar dat we nu hier zijn om ze op te wachten. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Hij is een beetje zenuwachtig al de hele dag, vanaf gisteren al een beetje. Dus, ik ken me dat wel in, denk ik. Ja, ze hebben we 7 maanden niet gezien, dus het is hartstikke spannend voor hem. Ja, ze zijn ook verliefd, hè. Hij heeft ook al ten huwelijk gevraagd en zo, dus dat komt helemaal goed. Ja, zo erg. Ik heb geen ringen, maar is dat jammer? Nee, die heb ik ook niet mee, maar ze zijn volgende week allebei jarig, 30ste. Dus dan gaan we de ringen uitdelen. Dus, het komt hartstikke goed allemaal, dus we zijn hartstikke blij. Hartstikke leuk. Ja, voor jou, hè. Hi schat. Hallo. Hey Jan. Hey Jan. Hoe is het treat? Ja, goed man. Super. Super. Alles gaat buiten, hè? Is de reis goed verlopen? Ja. Ik ben opa, ik heb hem alleen opgehaald. Maar wij mochten achter de gate, via de bewaking, top, super mannen, dat het zo geregeld is, we hebben hem opgehaald. Dus maar hij zit op mijn nek en hij blijft op mijn nek. Heerlijk. Dankjewel.